Hi allemaal! Het is weer zaterdag, dus ik heb weer een kookvideo voor jullie. En vandaag ga ik een receptje maken uit mijn nieuwe kookboek. Yay! Ik ga de boekweit pannenkoeken met appel maken. Nou, jullie weten inmiddels wel dat ik echt een pannenkoeken addict ben. En daarom maak ik ze toch wat vaker met boekweitmeel. Want dat is net wat gezonder dan tarwebloem. En ik ga nu de fluffy pannenkoekjes maken. Ik zal ze even bijpakken. Kijk, die zien er zo uit in mijn boek. Ik ga jullie laten zien hoe je dat doet. 100 gram boekweitmeel, 180 ml melk, 1 ei, een flinke theelepel bakpoeder, 1 appel, een theelepel kaneel, een slus zout en olie om in te bakken. Doe het boekweitmeel in een kom. Breek een eitje boven de kom. Klop dit met een garde alvast een beetje los. Voeg nu beetje bij beetje de melk toe en klop er een egaal beslag van. Meng het even goed door elkaar. Voeg een flinke theelepel bakpoeder toe en meng dit door het beslag. Voeg nu de geraspte appel bij het beslag. Meng het er even doorheen. Breng het beslag op smaak met een snuif zout en een theelepel kaneel. Roer het voor de laatste keer door elkaar. Verhit wat olijfolie of boter in een koekenpan. Laat de pan goed heet worden. Verdeel nu twee hoopjes van het beslag over de koekenpan. Ik doe dit altijd met een ijsschep. Als je koekenpan groot genoeg is, kun je uiteraard ook drie hoopjes tegelijk bakken. Bak de pannenkoekjes in ongeveer 2 minuten per kant goudbruin. Als de bovenkant begint te bubbelen en iets gestold is, kun je de pannenkoekjes omdraaien. Leg de pannenkoekjes op een bord en ga net zo lang door tot de rest van je beslag op is. Garneer de pannenkoekjes met wat poedersuiker of maple syrup of kaversiroop, net wat je lekker vindt. Kijk nou hoe fluffy. Yum! Nou, dat was best makkelijk, hè? Wil je het recept nog even rustig nalezen, dan kan dat op de site www.ipaulineskeuken.nl. En natuurlijk in mijn boek. Je kunt hem bestellen bij Bol, maar je kunt hem ook in je lokale boekhandel halen. Of bij Bruna of bij de ACO. En laat het vooral even weten als je hem al hebt en wat je ervan vindt. Ja, nu bedank ik jullie weer voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer.